En uit dit prachtige, fleurige praatje ken ik naar een prachtige, fleurige, mooie, blonde jonge dame. Die zit hier bij u in de studio. En zij had een sjerp om. En daar staat op dat zij finalist is in de misverkiezing van de Miss Globe Netherlands. Danielle Riemersma van Dokkum. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik had zelf het idee dat er heel veel meer van die misverkiezingen komen. Is dat niet zo? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat steeds meer meiden daarvan horen via vriendinnen. En dat ze daar meer enthousiast over worden. Ja, is dat zo zelf? Was vaker meiden in onze misverkiezing? Ja, de Miss Globe Netherlands is mijn derde misverkiezing. Aha. En welke haast naar meer om meiden? Ik heb aan Miss European meegedaan en aan Miss Teen of Friesland. En wie is daar ex finalist? Ja, bij beide. Ja, ja, maar nog net wonnen? Nee, nog niks. Nou, dat wordt dan tien, denk ik. Ja, vind ik ook. Ja. En wist je het Miss Globe Netherlands krijgt vaak? Nou, het is een heel mooi traject. Het is heel belangrijk dat je je inzet voor anderen en voor goede doelen. Dus daar heb ik me ook voor ingezet. Dat is de Hartstichting. Ja. Op 14 april lopen wij sponsorloop in Almere om geld ervoor op te halen. En alle misverkiezingen hebben alle deelnemers, die hebben dan hun eigen doel. Oh, dus alle missen die door mij om die sponsor lopen, maar elk mij een eigen doel. Ja, klopt. Ja. En waarom had je het over de Hartstichting kiezen? Nou, ik heb zelf een aangeboren hartafwijking. Dus dat ligt sowieso persoonlijk. Ja. Maar er zijn echt zoveel mensen die iets met het hart hebben. Of ja, er is gewoon heel veel onderzoek naar nodig. Omdat het wel een heel bekende oorzaak is. Ja. Qua sterftegeval in Nederland. Maar wel mooi dat ze dan zelf zo'n persoonlijke bom met zo'n doel had. Ja, klopt. Ja. En Hasto, is dat ook een reden geweest als het zijn was van ik had die oorweeking, dus nu wil ik ook juist mezelf meer zien litten? Ja, sowieso. Ik was sowieso wel donateur van de Hartstichting. Dat af en toe dan zag ik ook iets voorbij en dan gaf ik ook inderdaad wat geld. Door deze misverkiezing heb ik eigenlijk een beetje een soort van schop onder de kont gehad om je net wat meer in te zetten ervoor. Yeah. En het is eigenlijk gewoon heel makkelijk om gewoon ook al maar iets heel kleins te doen eigenlijk. Ja. En daar ben ik achter gekomen. En die hertoorweeking, die belemmert die via de net? Nee. Ik ben wel tijdens korfbal wel dan bijvoorbeeld benauwd. Ja, gewoon soms wat moe, maar verder nee, gelukkig niet. Nee. En daarnaast bij de sponsorloop kerst nog steeds wel hut rennen, denk ik. Jazeker. Ja. En hoeveel geld hopen ze op te halen? Ik heb al bijna 200 euro opgehaald. Hartstikke mooi. Ja. Ja. Wat maak je nou nog meer al je van? Je maakt het dus je inzetten van een goed doel. En wat nog meer om deze verkiezing te winnen? Je moet sowieso gewoon actief inzetten. Zoals op social media en gewoon in de buurt. Je hebt allerlei leuke make-up workshops, bootcamp hebben gehad. Dat soort dingen. Ja. En hoe wegen ze soks dan? Want ze zorgen natuurlijk naar hoe mooi als best. Nou, dat is prachtig. Dat kan ik de meeste natuurlijk wel vertellen. Dat vind ik de meeste. Dank je. Ja. Maar waar letten ze nou al hierop? Sowieso pas met de finale is gewoon heel belangrijk. Ja, hoe loop je? Wat straal je uit? Als mis is het belangrijk om er gewoon verzorgd uit te zien. Ik vind het persoonlijk heel belangrijk om gewoon lekker in de groep te mengen. En gewoon leuke vriendinnen te maken. Ja, gewoon bezig zijn. Leuk meedoen, denk ik. Ja. Ja. En waarom vies het zelf zo mooi om mij te doen? Zo'n verkiezing? De andere finalisten. Ja, ik vind dat zo gezellig. En gewoon je hele leuke dagen. Je leert veel. Bootcamp vind ik altijd weer interessant. En make-up workshops. Dus, Wat is er zo mooi aan dat bootcamp dan? Ja, lekker inspannen. Lekker basketballen. Ja. De oefeningen. Ja, gewoon even lekker door het zweten. Ja. En was je nou letterlijk wat mij verder? Ik vind het gewoon sowieso leuk om er gewoon bij te doen. Je krijgt er gewoon lekker veel zelfvertrouwen van. En ik was vroeger altijd heel onzeker. Ja, want die misverkiezingen haal ik altijd wel een doel. Hè? Die zei ze altijd van, wij dragen iets bij. Ik begreep van, dit had ik te maken, deze Miss Globe had ik te maken met de kracht van vrouwen. Ja, klopt. Ja. Hoe zit dat correct? Ja, dat is meer dat je jezelf laat zien. Inderdaad, dat je voor een goed doel inzet. Gewoon dat je je best doet. Ja, zo'n bootcamp en al die trainingen, dat kun je eigenlijk ook wel weer helpen als je straks een baan haar, want er zijn natuurlijk net genoeg vrouwen die een goede baan haar steeds altijd in de top zitten. Zodat ik eens wijs was stelvolle soest, een beetje in de top van een bedrijf of een organisatie. Ik wil persoonlijk ambulanceverpleegkundige worden. Dus,
Heel hoog. Voor. Dat is heel anders. Ja. Maar dan maak je een krachtige vrouw van. Ja. Ja, je moet daar sowieso wel mentaal ook gewoon sterk staan, vind ik. Ja, ja. En haast dan wat onder deze verkiezing? Ja, sowieso. Ja. Als je daar even op zo'n podium staat voor zo'n heel mooi publiek, dan krijg je er wel een boost van, vind ik zelf. Dus ja, hoe zenuwachtig je dan ook bent, op dat moment geniet je daar gewoon echt van. Leuk. Ja. En wanneer is het precies de verkiezing? De finale is 26 mei. 26 mei. Ja. Is dat, waar is dat? Is dat hier in de buurt? Almere is het. Almere. En ja. Dat is dan van Nederland. En als dat dan winst, dan meest internationaal? Ja, ik weet niet precies waarheen. En dat zal het einde van het jaar zijn. Ja. Spannend al. Nederland vertegenwoordigen, ja. Ja. En maar we natuurlijk nog even waarom naar die sponsor lopen. Want Ziekenstone nog meer sponsors? Ja, het liefst wel. Alle kleine bijdragen of grote bijdragen is natuurlijk van harte welkom. Ja, en dat mensen kunnen dit nou jaren en die denken van... nou, wij willen haar helpen om die hartstichting te stiepen. Waar kunnen ze zich dan melden? Waar kunnen ze informatie vinden? Bij mij op Facebook en ook op Insta. Ja. Wat is het adres daarvan? Dat is gewoon mijn persoonlijke pagina. Dat is Danielle Riemersma. Danielle Riemersma op Facebook? Ja, ja. Prima. Nou, alvast een heel soort succes met de sponsorloop op... 14 april weer ja, ook, hè? Ja, klopt. 14 april... En dan straks ik bij de finale van de Miss Globe Netherlands. Ja. Verkies. Ja, dank je. Danielle Riemersma, welkom. Dank je wel en succes. Ja, dank je. De Weekend Nieuws Show, Jitske de Hoop.